De bus- en boothouders zijn, zoals aangekondigd, vandaag in staking geweest. Hierdoor hebben zij geen leerlingen en leerkrachten vervoerd. Dit besluit is woensdag genomen en is in een motie vervat die is aangenomen tijdens een algemene ledenvergadering van de Organisatie van Bushouders in Suriname, OBS, in Matagauri. De leden willen dat de tariefverhoging van 40%, die zij al maanden met de overheid zijn overeengekomen, wordt doorgevoerd bij de betaling over december. Ook van de beloofde betalingen met terugwerkende kracht willen zij een deel ontvangen. Echter is er nog steeds niets vernomen van de regering. Dat is de reden van de staking vandaag, zegt OBS-voorzitter Radies Ori. Ori voert aan dat de leden van de OBS geen geld hebben om brandstof te tanken. Minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Transport en Communicatie zegt dat er nog enkele zaken administratief moeten worden uitgezocht. Dat volgens hem ontvangen bushouders geld zonder dat de trajecten die zij aangeven daadwerkelijk worden onderhouden. De minister zegt dat er door een deel van de OBS een politieke agenda wordt afgewerkt. Patrick Pengel, minister, van, minister ad interim van Onderwijs en Wetenschappen heeft op de persconferentie van de vicepresident vandaag gezegd dat de regering dit weekend met de OBS zal praten om tot een oplossing te komen, zodat de staking maandag wordt opgeheven.